Nou, mijn vader zette zich als het kon voor elke zaak in. Zeker voor zaken waar het ja, in dit geval een jong iemand betrof. Roslenny was nog jong, een jonge moeder. Een dochtertje van toen nog 6, die natuurlijk geheel afhankelijk is van haar. En dat zo'n vrouw in de bloei van de leven wordt vermoord zonder duidelijke aanwijzingen, ja, dat raakte hem absoluut. En ja, daar wilde hij zich dan graag voor inzetten. En ik denk het feit dat hij zag hoe Sjuleska er alles al aan deed en zelf aan het vechten was, ja, dan zijn natuurlijk ze met z'n tweeën sterker dan alleen. En ik denk dat hij dat graag met Sjuleska wilde doen. Ja, jullie hebben vervolgens de PVR Foundation, zeg maar, van de Gouden Tip gemaakt, hè? En een beloning uitgeloofd van 100.000 euro. Heeft dat iets opgeleverd tot nu toe? Ja, Sjuleska heeft inderdaad toen na het overlijden van mijn vader ons gecontact. Wij hadden eigenlijk toenertijd alleen nog maar vermissingszaken bij de Peter R. de Vries Foundation. Maar ook ja, haar doorzettingsvermogen raakte ons ook heel erg, waardoor we zeiden, we gaan hier naar kijken. En toen bleek dat de zaak op het punt stond om een cold case te worden. En dat vonden wij dat dat niet kon. Wat Dit heeft een betekent zaak. dat? Dat betekent Nou dat ja, de politie de zaak aan de kant legt? dat die tijd dat hij inderdaad aan de kant. Dat er niet meer actief echt onderzoek naar wordt gedaan. Dat alleen als er nieuwe tips binnenkomen, ze daar dan naar gaan handelen. En dat wilden wij eigenlijk. Mijn vader zei het al, dus deze zaak heeft de potentie om opgelost te worden. De ingrediënten daarvoor. Maar we moeten er wel met elkaar voor gaan. En daarom dachten we gaan nu een ultieme poging doen. En loven daarvoor een beloning van 100.000 euro uit voor de tip die leidt naar de dader in deze zaak. En zoals je al eerder benoemde, er zijn videobeelden van een persoon die Roslenny lijkt te achtervolgen. Het is niet 100% zeker dat dat ook het geval is, maar daar lijkt het in ieder geval op. Dat vermoeden is er. En daar loven we nog eens een beloning voor 25.000 euro voor uit. Voor degene die die persoon kan identificeren. We weten niet of het een man is of een vrouw, maar misschien aan het loopje, aan de houding, de jas, de fiets. Ja. Misschien maakt het dat iemand op zich. Ja, maar die herken ik. En ik heb hier een foto van diezelfde jas en die fiets met een beter gezicht. Daar zijn we naar op zoek. Nou, we hebben 17 november vorig jaar, op de dag dat het toen 6 jaar geleden was, hebben we deze beloning uitgeloofd voor een periode van 6 maanden. Daar zijn tips op binnengekomen, maar helaas heeft dat nog niet geleid tot de dader. En we hebben toen besloten om die 6 maanden te verlengen met nog eens 6 maanden, om tegelijkertijd aandacht te vragen op andere plekken in de wereld waar veel mensen uit Zuidoost vandaan komen, waaronder Suriname en Curaçao. Ja, Roslenny even ging op zo'n. voordat we daarover gaan praten, nog even naar 2022, want toen is er een verdachte opgepakt, hè? Ja, begin 2022 is er inderdaad een vrouwelijke verdachte opgepakt. Maar die is naar onderzoek weer heen gezonden. En wat dat betekent in ieder geval dat er niet genoeg bewijs is om deze persoon langer vast te houden. Maar of deze persoon er ook echt iets mee te maken heeft of niet, dat is ook nog onduidelijk. Zou jij op camera een oproep kunnen doen aan mensen om ja, naar voren te komen met daarin het benoemen van de beloning? Ik wil namens mij, namens de familie, namens haar dochtertje, iedereen vragen die iets meer, die iets weet, al is het iets kleins, om ons door te kunnen helpen om deze zaak op te lossen voor Roslen. Het alsjeblieft meld. We willen rust, we willen doorgaan en. Ja, Roslenny verdient gewoon gerechtigheid. Dankjewel. Zou vandaag 35 jaar zijn geworden en dat wij nog steeds niks weten, is gewoon heel erg. Ja, die onzekerheid en onwetendheid maakt het extra moeilijk. Ja, begrijpelijk. Dus als. Het maakt niet uit. Al weet je iets, alsjeblieft meld het. Doe het voor de dochtertje. Doe het voor een schoon geweten, maar meld het. Ami como prima di Roslani, che puntra turende kusamas, masketa un kochiki, papapia, panos in paz y tranquilidad, panos persigi, kunos vida, pasuyu, kunoti mama mas,
nunca más fue mirar a su mamá. Y que sabe qué pasó con su mamá en Toticón. Si vos a un co, pues vais a un poco papel anónimo, pero melt para nos posible con nos vida. Please. Por favor. Danke.